Hallo, ik ben Gaby. Vandaag laat ik je zien hoe je deze heerlijke carrot cake zelf kunt maken. De carrot cake is een traditionele Engelse cake die zo bijzonder is vanwege de wortel die erin zit. Wat heb je ervoor nodig? 1 pak Dr. Oetker Verwend Carrot Cake, 75 ml zonnebloemolie, 75 gram geraspte wortel. Je kunt deze zelf raspen of kant-en-klaar kopen. 2 eieren, 100 gram monchou en 3 eetlepels water. Haal je monchou en je eieren een uur van tevoren uit de koelkast, zodat deze op kamertemperatuur kunnen komen. Je kunt meteen beginnen. De bakvorm zit namelijk in de verpakking. Super makkelijk. We doen de cake mix met de olie, de eieren en de wortel in de beslagkom. Dit geheel roeren we eerst even rustig door, zodat het niet opstuift tijdens het mixen. En we mixen het geheel vervolgens een halve minuut op de middelste staaf. Zo, dit is nu een mooie gladde massa. Zorg dat je niet te lang mixt, want dan wordt hij te luchtig. Verdeel je beslag over je bakvorm en dit mag nu de oven in. Plaats het rooster onder in de oven voor het mooiste bakresultaat. De carrot cake gaat 55 tot 60 minuten in de oven en er komt er heel mooi goudbruin uit. Ik kan niet wachten. Laten we gaan kijken of de cake gaar is. Ik gebruik daarvoor een satéprikker. Die prik ik in het midden van de cake. En die komt er droog uit. Dat betekent dat de cake gaar is. Komt je satéprikker er wat natter uit, dan mag de cake nog 5 minuten in de oven. Deze laat ik nog even afkoelen. Zo'n 30 minuten. We beginnen met de monchou. Die gaan we eerst even mixen. We voegen vervolgens de toppingmixer aan toe. Roer het geheel eerst nog eventjes rustig door, zodat het niet opstuift. En vervolgens voegen we het water eraan toe. En nu gaan we hem 1 minuut mixen op de hoogste stand. De topping is nu klaar. We gaan de topping verdelen over de carrot cake. Inmiddels is deze compleet afgekoeld. De carrot cake zit nog in de bakvorm. Die kan je er heel makkelijk van afhalen door de zijkanten naar beneden te drukken. En de geperforeerde rand open te scheuren. Dan gaan we de topping verdelen over de carrot cake. Ik begin met een spatel en vervolgens ga ik verder met de achterkant van de lepel. Zo, dat ziet er heerlijk uit. Kun je de cake nou niet in 1 keer opeten? Geen probleem. De carrot cake is maximaal 3 dagen in de koelkast te bewaren. Voor meer tips, variaties en bakrecepten ga je naar utker.nl. Heel veel bakplezier!